Oké, even kijken, waar gaan we zitten? Hé! Hey. Oh, hey. Jullie zijn niet in Danstoria. Nee, we gaan ons hier even indrinken. Oké, waar wil je zitten? Daar dat aan? Waar dat... Oh, jij gaat weg? Ja, veel plezier. Oké, vertel. Ja, ze reageerde eigenlijk heel goed. Heel lief. Ze schrok niet? Nee. Maar ja, nu mijn vader nog. Dat wordt pas een cultuurshock als je mij vraagt. Oh jee. Ja, hij is wat dat betreft gewoon helemaal niks gewend. Heeft hij niet van huis uit meegekregen. Ik bedoel, homo's bestonden daar gewoon niet. Dat was in de middeleeuwen. Maar ja, bij ons praten wij er thuis ook niet over. Homoseksualiteit, dat is echt van een andere planeet. En als er al iets gezegd over wordt, dan is het vaak lollig bedoeld. Maar heeft het daarom zo lang genut voordat je er eindelijk aan toegaf? Misschien. Maar heb je het met je moeder over je vader gehad? En zij denkt dat hij moet wennen, maar dat het hem uiteindelijk niks gaat uitmaken. Maar jij denkt van niet. Kijk, dat het allemaal voor jou zo makkelijk is. Als zij zegt dat het goed komt, maar ze is al 100 jaar met die man getrouwd. Als zij hem niet kent, wie dan wel? Jullie hebben er thuis net over gepraat omdat het geen issue was. Maar zij heeft er ook goed op gereageerd, dus waarom zou hij dat dan niet doen? Ja, waarom niet? Weet je, we gaan naar de bubbels. Want je komt maar één keer in de leven uit de kast. Mevrouw Bouwhuis, wat kan ik voor u doen? Ja, lekker, dankjewel. Ik heb een vraag. Ja. Praat jij wel eens met je patiënten over hun relaties? Als ze daar zelf over beginnen, ja, hoezo? Wat doe je als iemand jou vertelt dat hij of zij homo is? Of gebeurt dat nooit? Zelden. Maar als het gebeurt? Lieverd, ik behandel mijn patiënten met respect. Maar laat me raden, iemand heeft jou in vertrouwen genomen en nu weet jij niet zo goed wat je daarmee aan moet? Voor mezelf weet ik het wel, maar ik ben hierin niet echt de enige. Ik wist wel dat hij ergens mee woestelde, maar niet dat dat het was. Hij? Ja, Edwin. Hij is homo. Wie heeft je dat verteld? Nou, hij zelf. Ach, lieverd, laat je toch niet van alles wijsmaken door de jongens? Hij is verliefd op Lucas. Dat is onzin, hij is met Wiet. Dat is uit. Wat bezielt die jongen? Laat hij zich door de eerste de beste idioot vertellen dat hij ook bij de club hoort? Ja, het is geen bevlieging als je dat zo zegt. Het is waanzin, pure waanzin. Mijn zoon is geen homo.